Ik ben Ien Zoegema, ik ben 21 jaar, ik kom uit Dedensvaart en ik doe BMX op hoog niveau. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Snelheid, sprongen, adrenaline en zeker in wedstrijden als je met 8 man over de baan gaat, snelle beslissingen, chaos, dat is absoluut iets wat leuk maakt. Mijn ouders hebben een transportbedrijf naast de BMX-baan waar ik woon. Mijn ouders gingen op een gegeven moment de club sponsoren en toen kwamen ze als sponsor op een clubshirt. Ik wilde ook zo'n shirt hebben, want dat vond ik mooi. Dat mocht wel, moest ik wel gaan fietsen. Dus nou ja, toen maar begonnen. Ja, uiteindelijk is het doel om de Olympische Spelen te halen. In een normale week train ik ongeveer 15 tot 20 uur, afhankelijk van de week en wat er in het weekend staat. Daarnaast nog programma's schrijven, andere dingen regelen rondom het fietsen, reizen plannen, dat soort dingen. Dus in totaal 25, 30 uur in sommige weken. Ik studeer ook nog, ja. Het eerste jaar heb ik fulltime gestudeerd, P gehaald en toen daarna maximaal 2 vakken per blok. Behalve in coronatijd heb ik meer gedaan, want dan, toen was er meer tijd omdat alles rondom het sporten minder was. Dus nu is studeren is parttime en sporten is fulltime. Sporten is nu de nummer 1 bezigheid, maar dat was nooit het lange termijn plan. Dat is gewoon niet haalbaar met BMX'en. Mijn ouders die hebben een bedrijf en daar mag ik wel werken, maar dan moet ik wel een opleiding hebben gedaan. Een soort van noodgedwongen begonnen, maar ik vind mijn studie wel leuk, dus dat is mooi. En ik ben ondertussen 3 vakken verwijderd van mijn bachelor afronden en dan is het klaar. Riders ready, watch the gate. Op een dag zoals vandaag train ik dan nu van 12:30 tot 14:30. Dus dan heb ik 's ochtends tot een uur of 11:30 de tijd om studie te doen en dan daarna klaarmaken voor de training. En dan ben je rond 3 uur terug en dan, nou ja, vaak tot eten doe ik dan niks en dan na het eten heb je nog weer tijd. Het zijn wel lange dagen af en toe, maar dat, dat hoort er ook bij. Op sommige momenten dan komen studie en wedstrijden op het verkeerde moment samen, zeg maar. En dan is het heel druk, eerst voor tentamen bijvoorbeeld en dan daarna 1 of 2 dagen later al wedstrijd fietsen. En dat is wel lastig soms. Het topsportprogramma, nu ik daar onderdeel van ben. Ik was op trainingskamp dit voorjaar en toen zei mijn docent, nou dat kan wel, dan kun jij op je locatie in Spanje waar je zit, kun je tentamen maken. Dus toen heb ik tentamen gemaakt, heeft er 2 uur iemand via de Google Meet gekeken of ik niet aan het kijken was. Voor mij is het wel heel makkelijk dat ik niet op en neer naar Nederland hoef te vliegen om tentamen te maken. Hoe belangrijk is de start bij BMX? Ja, heel belangrijk. Als je onderaan de heuvel vooraan ligt, dat scheelt al heel veel. En zeker als je de eerste bocht goed uitkomt in een goede positie, dan is 80% van de wedstrijd is klaar. Als je vooraan ligt, dan hoef je er in ieder geval niet voorbij. En dan kun je ook zelf elke lijn kiezen die je wil. Dus dat scheelt heel veel.